Hallo, welkom bij Ondernemers TV. Ik ben Sipko Visser en voor Ondernemers TV interview ik leuke ondernemers met plannen, ondernemers met ervaringen, ondernemers die falen en toch doorzetten. Leuke ondernemers, niet meteen Bill Gates of John de Mol, maar gewoon een ondernemer bij jou uit de straat. Ga gauw verder en geniet van Ondernemers TV. Dan heet ik vandaag welkom in het interview Johan Kogink van Bentham en Keulen. Fijn dat je er bent, Johan. En ja, ik wil heel graag aan je vragen: wat doet Van Bentham en Keulen precies? Van Bentham & Keulen is een juridische dienstverlener. Ja. Wij leveren diensten in de advocatuur en ook in het notariaat. Wij zijn full service kantoor. Dus voor organisaties kunnen wij arbeidsrecht aanbieden, maar we kunnen ook IC privacy of vennootschapsrecht aanbieden. Wij richten ons met name op de zakelijke markten en op de grotere bedrijven. Oh De ja. grote bedrijven, daar werken bedrijfsjuristen. En die bedrijfsjuristen doen natuurlijk veel zelf, maar als het echt gespecialiseerd wordt of het belang wordt te groot, dan roepen ze op een gegeven moment hulp in. En ja, we hebben eigenlijk advocaten die doorgespecialiseerd zijn, notarissen die doorgespecialiseerd zijn, die dan die bedrijfsjuristen kunnen helpen. Daarnaast hebben we ook nog een stukje overheidspraktijk. Werk voor een aantal gemeentes en ook voor een provincie. En daar hebben wij heel veel te maken, bijvoorbeeld met overheidsjuristen. Juristen, een beetje de tegenhanger van de bedrijfsjurist bij het bedrijfsleven, waar we ook gespecialiseerde dienstverlening aan aanbieden. Dus dat is een notendop wat ons kantoor doet. Ja, en hoe lang bestaat Van Bentum en Keulen al? Van Bentham en Keulen bestaat, zal in 2023 83 jaar bestaan. Nee, 83 jaar. Wauw, oké. Okay. En zo lang ben jij er nog niet, want hoe lang ben Nee, jij daar? ik zit ongeveer nu 22 jaar bij het kantoor. 22 jaar bij het kantoor. Hey, en dat het ondernemerschap, hè, want daar wil ik het heel graag over hebben. Is dat nou iets wat je van kinds af aan met de paplepel is ingegoten. Hoe is dat gegaan? Ja, ik ben in een ondernemersfamilie, ben ik geboren. Oh ja. En dat heb ik eigenlijk van heel nabij heb ik dat meegemaakt. Mijn vader werkte toen in loondienst, maar wilde een eigen bedrijf, wilde die starten. En toen ik een jaar of 5, 6 was, woonden we in een leuk huis in Abcoude. En zei mijn vader van, nou, ik wil een bedrijf starten, maar we hebben geld nodig. En ook met instemming natuurlijk van mijn moeder is toen het huis verkocht. En we zijn eigenlijk op een eenvoudig flatje in Amsterdam gaan wonen. Oh, echt, Dus ja. dat geld werd echt geïnvesteerd in dat bedrijf. Nou, ik heb dat bedrijf zien groeien. Gelukkig succesvol is dat geworden. En wat voor Maar dat bedrijf kwam was daar dat, dan. Johan? Wat zeg je? Wat voor bedrijf was dat? Dat was een bedrijf in geneesmiddelen. En mijn Ja. vader toen als een van de eersten in Nederland begonnen met generieke geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen zonder merk. En dat zijn geneesmiddelen die dan goedkoper zijn. Daar was hij echt toen eigenlijk een pionier in. En daardoor is dat bedrijf toen ook groot geworden. En ik heb dat meegemaakt echt van, nou ja, echt met je eigen geld er helemaal in gaan. Je huis verkopen en op een eenvoudig flatje gaan wonen. En eigenlijk zo'n zaak gaan opbouwen met alle, nou ja, moeite die daar deed. Maar ook wel, ik kan me nog herinneren toen ik jong was en had met heel veel buitenlandse relaties te maken. En zei hij, goh, die buitenlandse relaties komen op bezoek. Die nemen ook hun kinderen mee. En dan moet jij ook mee. Ja, dan was ik 10 of 11. Nou, daar zag ik wel best tegenop, want dan moest ik ook Engels praten en zo. Maar Ja. achteraf denk je van, goh, wat zijn dat eigenlijk een wijze lessen geweest. Dat je Ja. dat op jonge leeftijd, en toen vond ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk, maar dat je dat toen op een gegeven moment meemaakte. En ook wel daar de normen mee hebt gekregen van, nou, je moet gewoon hard werken voor je geld en goed je best doen. En ook niet bij de eerste tegenslag zorgen dat je, of bij de eerste tegenslag niet opgeven, maar dan gewoon doorgaan. Dus dat is mij eigenlijk wel met de paplepel ingegoten. En zijn dat dan de belangrijkste lessen die je meekreeg van dat niet opgeven en hard werken? Ja, er zijn een paar dingen die ik wel mee heb gekregen. Ik heb gezien dat mijn vader ook altijd vanuit een passie werkte. Was een hele enthousiasmerende man. Ook stimulerende man. En dat heb ik ook wel meegekregen, dat je echt vanuit passie moet werken. Want op het moment dat je vanuit passie werkt. En het moet gemeende passie zijn, anders hou je het natuurlijk op een gegeven moment niet vol. Het moet echt uit het hart komen. Dat je dan een vonk kan laten overgaan. En ja, ik denk dat dat ook wel
belangrijk is voor een ondernemer, dat je bij je eigen mensen een vonk laat overgaan. Hè? Want ja, daardoor zijn ze ook wel bereid om met jou mee te gaan en ook hard te lopen en alles uit zichzelf te halen. Maar dat je ook bij de markt, bij je doelgroep, ook een vonk kan laten overgaan, omdat je ook vanuit passie spreekt. Dus dat vanuit passie werken en daar de vonk zowel intern als de extern laten overgaan, dat heb ik wel van hem geleerd. En om ook wel ja, creatief te zijn. Wat hij ook was, dat hij zag in de markt eigenlijk dat er nog helemaal geen generiek geneesmiddel was. Hij had het ergens een keer in het buitenland gezien. En hij begon daar op een gegeven moment te pionieren. En dat is ook wel een les die ik heb meegekregen van zorg dat je veelvuldig in die markt begeeft. En als ik in een markt zit en praat bijvoorbeeld met onze doelgroepleden, dan vraag ik vaak van, goh, wat vind je dat in juridische dienstverlening nou nog niet helemaal goed gaat in Nederland? Of heb je als iets gezien, een voorbeeld wat jij heel erg inspirerend vond, of je zei, nou, dat is wel goede dienstverlening, dat kan bijvoorbeeld ook in een buitenlands kantoor zijn, en dat proberen op te pakken en daar iets creatiefs mee te doen. Ja. Ja, dat heb ik eigenlijk ook wel als ondernemersles ook wel van hem meegekregen. Maar met name, en dat refereer ik ook wel aan, van altijd één keer meer opstaan dan dat je gevallen bent. Ja. Dus dat, altijd wel gewoon dat doorgaan, en als een teleurstelling is, nou, je daar overheen zetten en dan nou, weer gewoon vol optimisme en enthousiasme dat aan, hoe heet dat, pakken. Ja. Ja, dat is wel iets wat ik van hem heb meegekregen en waarvan ik ja, dat zelf ook wil toepassen en daar ook wel heel duidelijk de waarde van zie. Ja, maar nu over vallen en weer opstaan. Nou hebben we een paar jaar COVID achter de rug. Ja. Wat was dat voor gevolg? Wat had dat voor gevolg voor jullie kantoor, van Bentham & Cie? Nou ja, dat was natuurlijk wel een situatie die je nog nooit mee had gemaakt. Ja. Ik kan me voorstellen, ik kan me herinneren dat die COVID op een gegeven moment toen die brak uit. Iedereen moest vanaf dag één moest thuis gaan zitten. Dus wij zeiden ook van ja, goh, hoe moeten we dat nu aanpakken? En ja, loopt de omzet van ons kantoor ook geen gevaar? Dus je gaat ook direct denken in financiële risico's, in financiële scenario's. Ja, natuurlijk. De voornaamste les is eigenlijk wel ook geweest van dat communicatie en de mensen bij elkaar houden en dat saamhorigheidsgevoel optimaliseren en zorgen dat het in stand blijft, dat daar wel heel bijzondere eisen aan worden gesteld. En je merkt ook wat het belang daarvan is. Hè. Dus op het moment dat je met z'n allen daarvoor op kantoor zat, ja, dat was een beetje automatisch. Hè. Je zat lekker met elkaar te lunchen of je besprak zaken bij de koffiemachine. En dan gaat het automatisch. En nu moet je er veel meer over nadenken. Maar ook wel het belang daarvan. En dat merkt hij met name bij nieuwe medewerkers die bij ons in dienst kwamen. En normaal gesproken als ze bij ons in dienst komen, nou, maken ze met iedereen kennis. En vanaf dag één dan worden ze een beetje ondergedompeld in je cultuur. Mm-hmm. En toen merk je, ja, die mensen zitten op een gegeven moment thuis en die krijgen dat helemaal niet mee. Dus daar moet je speciale aandacht aan besteden. Dus dat gevoel van hoe belangrijk communicatie is en hoe belangrijk het is om met elkaar ook ja, zaken te doen. Zowel zakelijk ook sociaal, met betrekking tot het saamhorigheidsgevoel. Ja, dat zijn toch eigenlijk wel hele belangrijke lessen die uit die crisis voor ons naar voren zijn gekomen. Maar en zijn er nou ook dingen, processen die je, of werkwijze die je in die periode hebt ontwikkeld, die je nu nog steeds hanteert? Nou ja, toch wel. Wat je wel geleerd hebt, is dat je dan ook nog wel heel goed digitaal kan werken. Hè? Yeah. Omdat je dacht, nou ja, voor bepaalde zaken moet je echt nu wel op kantoor zijn. Maar je merkt nu bijvoorbeeld, nou ja, we nu hebben bij zo'n Zoom-meeting. Maar als je kijkt ook naar de Teams-meetings, ja, dat die toch wel zijn toegenomen. En dat dat niet voor elke bijeenkomst, maar voor verschillende bijeenkomsten wel heel erg nuttig kan zijn. Ook met cliënten. Als een cliënt vroeger naar kantoor kwam of hij ging naar de cliënt toe en je had een bespreking bij spreken die nou niet heel erg, laten we zeggen, geladen was. Waar je gewoon een aantal zakelijke punten met elkaar afhandelt. Ja, dat op een gegeven moment ook wel via Teams kan. Ja. Dus het meer digitaal werken, het meer online werken en dat op geschikte momenten inzetten. En dat heeft natuurlijk ook wel inderdaad met je werkproces te maken. Ja, dat is wel wat je uit COVID hebt overgehouden. En wat je ook wel uit COVID hebt overgehouden, dat mensen toch ook wel een hoog adaptief vermogen hebben. En dus ze moesten omschakelen om helemaal digitaal te werken. En denk je, gaat het op een gegeven moment goed? En dat mensen daar toch wel een weg in weten te vinden. Dus je merkt als je mensen in een bepaalde situatie neerzet, ja, dat er toch ook wel heel veel adaptief vermogen omhoog komt. Ja, en werken de medewerkers nou meer thuis dan voorheen? Of nou ja, heb je dat weer gewoon terug naar kantoor gebracht? Nee, wij hebben gewoon een thuiswerkbeleid. Hè, dus mensen mogen voor een bepaald percentage thuiswerken. Oh ja.
Dus, nou, en die flexibiliteit is iedereen heel erg Die is blij er mee. gewoon, ja. Maar je ziet wel dat mensen toch nog wel heel graag naar kantoor komen. Omdat ze zeggen, ja, ik vind het toch prettig om mensen te ontmoeten. Wij hebben veel jonge mensen in dienst. En die zeggen, ja, het is voor mij ook wel een beetje een soort sociale omgeving. Wat wij wel hebben gedaan tijdens die COVID-periode. Dat was ook wel een les dat we zeiden, ja, daarna moet het eigenlijk nog leuker worden om naar kantoor te komen. Hè? Dus dat je met elkaar het Ja. ook, ja, gewoon een beetje fun hebt en elkaar goed kan ontmoeten. Hebben we ons bedrijfsrestaurant helemaal verbouwd. Dat was ervoor toch een beetje een kil restaurant. Dat hebben we helemaal opnieuw laten aankleden. Nou, een stuk gezelliger geworden. En we hebben onze catering ook helemaal op de schop gegooid. En daarvoor was het een beetje klassieke lunch. En nu is het eigenlijk een lunch dat doen met een cateraar. Ja, waar veel meer eigenlijk het duurzaam, het Oh gezonde ja. volgens staat. En mensen vinden het hartstikke leuk. En dus je ziet dat je ook wel elementen hebt ingebouwd na Ja. COVID. Die het Ja, waarbij je zegt, nou, die maakt het extra lollig om naar kantoor toe Ja, te meer komen. waarde geven aan het groepsproces Zeker. ook. Ja. Zeker. Zeker. En Kijk, waar je vooruit moet kijken, op het moment dat je dat niet doet, en mensen werken alleen nog maar vanuit huis, ja, is iemand een soort interimjurist geworden. En als iemand een interimjurist is, ja, dan is het ook heel makkelijk om te zeggen, nou, dan ga ik ook naar een ander kantoor toe, want ik doe toch alles vanuit huis. Dus wat is nou de binding eigenlijk met het kantoor? Dus daar moet je als kantoor wel extra aandacht aan besteden, dat je laat zien dat het ook gewoon leuk is om bij ons op kantoor te werken, dat het leuk is om hier te zijn, dat we ook sociale activiteiten met elkaar doen, als je hier luncht, dat het leuk is, en dat je daar een stukje lol aan kan ontlenen, naast echt het puur inhoudelijke werk. Want is snap het ik. puur inhoudelijke werk, ja, dat kunnen ze op verschillende plekken kunnen ze dat doen. Ja. Ja, en het kantoor, hoe ziet dat er over 5 jaar uit als het 2028 is? Waar is het bedrijf dan? Nou, ik denk wel dat het kantoor zo. Kijk, groei is bij ons nooit op een gegeven moment een doelstelling op zich geweest, maar wij zijn wel sterk gegroeid de laatste jaren. Ik denk dat het kantoor zal doorgroeien, is mijn Oh ja. verwachting. De markt zal wel veranderen, wat wij natuurlijk wel zien, maar dat is een segment waar wij al niet zo heel erg actief in waren, dat het wat meer eenvoudiger juridisch werk, het standaard juridisch werk, dat wordt steeds meer door technologie overgenomen en de kunstmatige intelligentie zal Oh dat ja. alleen maar gaan versnellen. Dus wij moeten het echt meer van het gespecialiseerde werk hebben. Maar het gespecialiseerde werk zal niet afnemen in de markt. Het zal eerder op een gegeven moment toenemen. Nou ja, bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld de privacy natuurlijk heel veel werk gekomen voor advocaten. Nou ja, 10 of 15 jaar geleden was privacy niet zo'n issue, maar voor ieder bedrijf is dat nu wel een issue. Wat een heel belangrijk thema bedrijf is dat de ESG, hè, Environment, Social and Governance, waar bedrijven aan moeten voldoen. Op allerlei wetgeving, maar ook met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar hebben ze juridische hulp nodig. Dus daar zien we eigenlijk wel een toenemende vraag. Nou, wij denken dat we daar gewoon goed op voor geëquipeerd zijn om daarop in te spelen. Dus als je naar 5 jaar kijkt, denk ik dat het kantoor nog een stuk gegroeid is. En dat we op bepaalde terreinen ook alleen nog maar verder doorgespecialiseerd Ja. zijn. En ik verwacht ook voor de komende, als je naar 5 jaar kijkt, de multidisciplinaire aanpak nog zal zijn toegenomen. Laat ik een voorbeeld op een gegeven moment noemen. Stel je hebt op een gegeven moment een financieel bedrijf die begint met een fintech-project. De financiële technologie, die gaat een online dienst gaat die introduceren. Ja, dat is niet meer eendimensionaal. Hè? Want op het moment dat daar een online hoe heet het, product wordt neergezet door een bank. Ja, daar zit natuurlijk juridisch IT-aspect aan. Ja, er moet IT-advocaat erbij komen. Maar er zitten natuurlijk allemaal gegevens in van personen. Dus onze privacy-advocaat moet er ook bij komen. Op het moment dat een bank zo'n online betaaldienst wil introduceren, dan heb je de autoriteit financiële markten, die moet daar goedkeuring voor geven. Dat betekent dat onze advocaat financieel toezichtrecht er ook bij moet komen. En dat zien wij, dat projecten die uit de markt komen, tegenwoordig veel meer ja, multidimensionaal zijn als je naar de juridische aspecten kijkt. En ik Ja, verwacht dus dat daardoor vanuit ons kantoor ook die multidisciplinaire samenwerking richting cliënten, omdat die cliënten meer multidisciplinaire projecten hebben, zal toenemen. Dus dat verwacht ik dat we over 5 jaar meer van dit soort multidisciplinaire projecten en samenwerkingen vanuit ons kantoor zullen aanbieden. Dat is wow. de verwachting Ja. als ik Ja, nu naar de snap ik. markt kijk. Ja, ik had me eigenlijk niet zo gerealiseerd dat het AI ook voor jullie dat het zo'n impact op de juridische wereld heeft. Maar dat heb Jazeker, bij de ik wel. eenvoudige op een gegeven moment Ja, het begrijp ik. dienst, ook om snel op een gegeven moment te helpen. Kijk, als jij bij spreken een contract maakt en je hebt bijvoorbeeld slimme AI en die ook echt gekoppeld is aan juridische databases, die kan zeggen in een contract, nou,
als ik dit contract zie en je wil een bepaalde clausule hebben, dan heb ik hier drie suggesties. Ja, Nou, uit drie ja, clausules kan je op een gegeven moment. Kan ja. je, Dat kan is het je, ja. eenvoudige werk. En dan ga je, en dan moet je dus qua kantoor naar het maatwerk en het ingewikkelde werk. Dat snap ik heel Het goed, ja. ingewikkelde werk en je gaat wel dat AI als hulpmiddel gebruiken. Want je zegt, nou, Ja. ik kan snel even naar die clausules kijken of snel het contract op een gegeven moment inventariseren. Ja. Maar wat AI nooit over zou kunnen nemen is eigenlijk de context. He, Nee. dus een bedrijf dat zegt, ja, ik wil nu een juridische oplossing, maar dat moet wel in onze business context passen. En we moeten ook nog met de maatschappelijke context moeten we rekening houden. Ja, daar zit natuurlijk een stukje vakmanschap, creativiteit. Zelfs een stukje intuïtie zit daarin. Ja, dat is niet door AI over Nee, te nemen. Maar ik snap het. eenvoudig werk is wel. En het zal zeker ook bij gespecialiseerd werk wel een soort hulpmiddel worden. Maar uiteindelijk, van hoe interpreteer ik het naar die cliënt toe, naar die context toe. En er zit ook vaak nog een stukje emotionele intelligentie zit erbij. Ja, dat blijft echt wel bij de mens. Ja, natuurlijk. Ja. Zeg, en stel nou, er komt een jonge afgestudeerde kerel naar je toe, 19 jaar, en die zegt: ik wil ondernemer worden. Ja. Wat zeg je dan tegen hem? En je bedoelt gewoon als hij bij ons kantoor zou willen werken? Nee, gewoon een ondernemer Dus die zegt: ik wil. in zijn algemeenheid. Nou, als hij ondernemer wil worden, dan zou ik eerst kijken van. Kijk je van waar wil jij dan ondernemer worden? Wat is je businessplan? Maar dat is meer zakelijk op een gegeven moment gedeeld. Heeft hij goed nagedacht over dat businessplan? Of is het op een gegeven moment maar een wild idee? Dus daar zou ik naar kijken. Maar ik zou met name ook kijken naar zijn. Ja, zijn eigenlijk zijn sociale competenties en zijn karakter. De sociale competenties, is het iemand die kan verbinden, die kan overtuigen, is diegene mensgericht. Maar hoe zit die karakterologisch ook in elkaar? Hè? Is het iemand die echt wil knokken, die ervoor wil gaan, die zich ook realiseert als je ondernemer wordt, ja, dat je dat eigenlijk 7 dagen 24 uur bent. Hè? Dus ik wil Zeker, niet zeggen dat hè? je geen vrije tijd hebt, maar je moet er alles voor willen geven. En of die ondernemer ook in een omgeving zit die daar ook dezelfde insteek heeft. En dus dat zouden dingen zijn. Ja. Als iemand van 19 jaar naar mij toe komt. Hè, dus aan de ene kant het businessplan heb je een visie, maar dat is meer het rationale gedeelte. Maar anderzijds over welke sociale competenties beschik je. En hoe zit je karakterologisch in elkaar. En wil je ook de prijs betalen die aan ondernemerschap zit. Ja, ben je bereid je huis te verkopen om dat te Bijvoorbeeld, ja. investeren in je geld, in je bedrijf? Ja, Dus dat zijn precies. grote stappen. Ja. Dat zijn echt op een gegeven moment grote stappen. En realiseer je op een gegeven moment dat en wil je er echt voor gaan? En ben je ook bereid om, als je een keer een teleurstelling hebt, of mislukt de eerste keer, om jezelf bij elkaar te rapen en dan weer door te gaan? Want het is natuurlijk Ja. niet zo dat ieder ondernemer die voor de eerste keer start meteen succes heeft. Nee, zeker niet. Succes heeft en als hij slim is, leert hij van de fouten die hij heeft gemaakt. Gaat het dan voor een tweede keer proberen. Ja, is John de Mol niet 4 keer failliet gegaan? Zoiets, hè? Ja, die is een aantal keren. Een En ik aantal geloof, keer, dat is een ja. heel oud voorbeeld, Henry Ford uit Amerika. Ja? Ik geloof dat hij een paar keer failliet is gegaan Ja. voordat hij inderdaad van Ford een heel groot succes Ja. heeft gemaakt. Dus dat. Ja. Dus die mensen laten zich niet in één keer op een gegeven moment uit het veld slaan. Maar ze leren wel van hun fouten. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Je moet niet een Eén soort keer meer hebben dat opstaan je. dan ja, Ja, precies. ben je gevallen. Ja. Johan, waar haal jij inspiratie vandaan? Lees je wel eens een boek of kijk je films of podcasts? Ja, Waar laat jij je? dat is een variatie eigenlijk. Dus ik haal inspiratie uiteindelijk ook gewoon van wat ik allemaal in de markt bespreek met mensen. Dus daar zit een stuk in inspiratie als het over ondernemen gaat. Ja, dat kan inderdaad zijn dat ik naar een podcast luister. Of het kan zijn dat ik een boek lees. Laatst is wel op een gegeven moment een oud boek. En wel een beetje een ouderwetse leider. Maar heb ik de biografie van Jack Welch gelezen. Oh En ja. bedoel ik toch weer dat je daar. En er zit wel wat ouderwetse management ideeën in, maar er zit ook wel zaken in waarvan je denkt, hé, wacht even, daar heb ik wat aan. Maar het kan ook een documentaire of een film kan het zijn, of het kan iemand zijn in mijn vriendenkring. Ik heb natuurlijk in mijn vriendenkring ook wel mensen die met ondernemen bezig zijn. Dus daar is niet op een gegeven moment één route, maar er Nee, zijn verschillende een prikkels die je mix eigenlijk van op je af de. moet komen, een mix eigenlijk die je op je af laat komen. Ja, mooi.
Mooi, wat een mooi verhaal. En ik vind het vooral wat bij mij resoneert, het verhaal van jouw vader, die dat aan jou meegaf, het ondernemerschap, het doorzetten, het leren van fouten het all-in gaan. Ja, mooi hoor. Ja, Mooi. nee, ook echt wel altijd een inspiratiebron voor En mij. ja, snap ik. En de Ja. ontwikkeling van jullie mooie kantoor naar de toekomst toe, de groei, waarvan je zegt van we moeten naar een hoger niveau van dienstverlening en daarmee de klanten bedienen. Ja. Mooi. Oké, nou, dan wil ik jou heel graag bedanken voor het interview over het ondernemerschap en jullie mooie kantoor. En als mensen daar meer over willen weten, dan kunnen ze naar de website gaan, Je kunt of ze via bij de website LinkedIn. zijn. Ja. Of kunnen mij een mailtje sturen. Ik bedoel, Ja. dat is geen probleem. Stuur mij een mail of ga naar de website en dan kun je zo je informatie krijgen. Hartstikke mooi. Dankjewel, Johan Kogging van Bentum & Keulen.